Het is 11:55 voor het Groesbeekse zwembad De Lubbert. Met een 12 uur durende actiedag maken inwoners het belang van het bad kenbaar. De gemeente Bergendal heeft er geld voor, maar de vraag is of we er geld voor over hebben. Ik bedoel, er zijn meerdere projecten die eraan zitten te komen, meerdere keuzes die gemaakt moeten worden. En verder in de nieuws vandaag, premier Schoof bezoekt Polenherdenking in Driel. En XXL-versie van Sunset March trekt duizenden deelnemers. Het is 11:55 voor zwembad De Lubbert in Groesbeek. Op 1 januari 2026 moet het zwembad haar deuren sluiten, omdat het pand inmiddels flink gedateerd is. Of er een nieuw zwembad komt, is nog maar de vraag. Reden voor betrokkenen om een actiedag te organiseren. Want Groesbeek kan niet zonder een zwembad. Actiedag redt het zwembad voor geopend verklaren. Super. Twaalf uur lang zwemmen de inwoners van de gemeente Bergendal een estafettenmarathon. Met als boodschap, red het zwembad. Het zwembad is bijna 50 jaar oud en moet 1 januari 2026 de deuren sluiten. Maar als het aan de inwoners ligt, is het noodzakelijk om een zwembad te hebben in de gemeente. En niet alleen voor de ABC-lessen. Het is ook voor de ouderen die hier voor hun sociaal contactmomentje komen, maar ook voor baantjes trekken. Plurijn is ook een gebruikersgroep die gebruik maakt van deze accommodatie en ook best wel wat uren heeft. Dan zijn er ook nog mensen die gewoon hier moeten revalideren in het zwembad, dat dat het beste werkt. Ja, en dan natuurlijk niet te vergeten, onze zwemvereniging maakt hier ook gebruik van. Een renovatie of nieuwbouwzwembad kost miljoenen. Daarom is het voor de gemeente een moeilijk besluit. De raad moet een keuze maken tussen verschillende projecten. De gemeente Bergendal heeft er geld voor, maar de vraag is of we er geld voor over hebben. Ik bedoel, er zijn meerdere projecten die eraan zitten te komen, meerdere keuzes die gemaakt moeten worden. De vraag is, waar gaan we ons hard voor maken? Welke gemeente wil je uiteindelijk zijn? Die discussie die gaan we de komende maanden voeren, samen met de raad, van waar willen we onze inwoners mee van dienst zijn? En wat moeten we ze dan aan faciliteiten kunnen bieden? De totale afstand die de inwoners in 12 uur zwemmen wordt overhandigd aan de gemeenteraad. Met een duidelijke boodschap, laat het zwembad niet verdwijnen. Ja, red het zwembad gewoon puur om een zwembad te behouden in ons dorp. Want anders hebben we niks, dan moeten we heel ver gaan uitwijken. Ja, waar ga je dan naartoe? Er zijn genoeg mensen die redden het gewoon niet om naar Nijmegen te gaan of een andere kant op. En ook voor de jonge zwemmers, dan wordt het gewoon wat moeilijker. Ik vind bewegen en elkaar ontmoeten heel belangrijk. En ik vind dat we ons uiterste best moeten doen om het geld te zoeken. Om creatief te zijn met onze middelen. Dus je kunt ze maar één keer inzetten. Maar ik vind het wel belangrijk dat we gaan voor de opgaves waar we nu voor staan. En dat we daar de raad een goede keuze voor gaan leggen. Het is een vakgebied dat veel openstaande vacatures heeft en waar nog te weinig scholieren voor kiezen. De technieksector. Om deze belangrijke beroepen te promoten organiseert ROC Technovium in Nijmegen jaarlijks een techniekdag. Zo ook afgelopen zaterdag. De techniekdag op ROC Technovium is elk jaar weer een inspirerende en leerzame ervaring voor bezoekers van jong tot oud. Ze proberen jongeren te informeren, vermaken en inspireren met de leuke snufjes en technische activiteiten op deze open dag. Ja, de techniekdag heeft eigenlijk als doel om jongeren enthousiast te maken voor techniek en dan specifiek jongeren tussen de 18 en 14 jaar. Daar zijn allerlei bedrijven en onderwijsinstellingen die doelactiviteiten organiseren, zodat ze eigenlijk spelenderwijs ontdekken hoe gaaf techniek kan zijn. Ja, het is te veel om op te noemen eigenlijk. Hè. Je solderen, tot je programmeren, tot timmeren, lassen, knutselen. Een escape game zie ik hier bijvoorbeeld, dus echt heel veel verschillende activiteiten. En vergeet natuurlijk niet een Nijmeegs kampioenschap vliegtuig gooien. Wij dachten, we doen iets unieks. We gaan voor de tweede keer eigenlijk het Nijmeegs kampioenschap houden. En alle kinderen kunnen hier een vliegtuig vouwen en dan letterlijk een gooi doen naar de prijs. Ja, dat is ook een hele leuke. Dat is een afstand bestuurbaar papieren vliegtuig. Dit is eigenlijk, als ik kijk naar de baan, is nu al bijna helemaal tot het einde gegooid. Meer dan 17 meter. Want hoe ver heb jij gegooid? 1764. Ja. En zou dat denk je het verste zijn?
Nee, dat weet ik niet. Ik hoop het wel. Ondanks dat de techniekdag vele bezoekers trekt en veel kinderen, maar ook ouders zich vermaken met de leukste technische bezigheden, zijn er ook vooroordelen over een technisch beroep. Met de techniekdag proberen ze deze vooroordelen te doorbreken en te laten zien hoe veelzijdig en creatief het werken in de techniek kan zijn. Ja, je ziet eigenlijk dat techniek heeft aan de ene kant wel soms nog wel een beetje een imagoprobleem. Hè, van dat lijkt saai of dat een vieze overal. En aan de andere kant zien we ook dat de instroom zeer beperkt is eigenlijk voor techniek, terwijl er wel heel veel banen in zijn. Dus daarom willen we eigenlijk graag jongeren enthousiasmeren voor een technisch beroep later. Wat vind je leuk aan techniek? Ja, nou, je kan eigenlijk veel bouwen. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Nou, het is vooral geslaagd als wij zoveel mogelijk jongeren enthousiast hebben gemaakt. En dat we vrolijke gezichtjes naar buiten zien lopen. Dat is het allerbelangrijkste voor ons. Een 76-jarige vrouw uit Nijmegen is slachtoffer geworden van een geraffineerde babbeltruc. Ze werd gebeld door een man die zich voordeed als politieagent. En haar wist te overtuigen haar bankpas en pincode af te geven. Niet lang daarna stond de man bijna 1000 euro te pinnen bij een geldautomaat in Elst met haar gestolen pas. Deze vorm van misleiding heeft niet alleen financiële, maar ook emotionele gevolgen voor de slachtoffers. Veelal ouderen zijn het doelwit omdat ze vaak goed van vertrouwen zijn en het moeilijk vinden om nee te zeggen tegen iemand die beweert een autoriteit te zijn. De liften op station Nijmegen-Heindaal zijn vanaf volgende week maandag tijdelijk buiten gebruik. ProRail gaat op dit station de oversteek over het spoor vervangen, inclusief de liften. De liften zijn daarom niet beschikbaar van 30 september tot en met 24 december. Dit heeft gevolgen voor reizigers die afhankelijk zijn van de lift. Ze kunnen tijdens de werkzaamheden de trein verlaten op station Nijmegen Centraal of Mookmoeloek. Vanaf daar kunnen zij gebruik maken van taxivervoer naar station Nijmegen-Heindaal. Dit taxivervoer is aan te vragen via de NS klantenservice. Het advies is om dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Ja, en dan blikken we nog even terug op alle activiteiten rondom 80 jaar Market Garden. Want ook in het afgelopen weekend vond er nog van alles plaats. Zo vond een drielde jaarlijkse Polenherdenking plaats. Hiermee worden de 1003 Poolse militairen herdacht die in Driel landen om deel te nemen aan de Slag om Arnhem. Deze keer was ook premier Dick Schoof aanwezig. Their wreath will be laid on behalf and in loving memory of all Polish soldiers who fought here in Driel, but also across the Rhine in Oosterbeek. Ieder jaar wordt in Driel de Poolse bijdrage aan de Slag om Arnhem herdacht. Door de komst van de Poolse parachutisten konden Britse militairen in Oosterbeek geëvacueerd worden. De landing van de Poolse parachutisten was voor de Duitsers zo'n grote schok dat ze meteen 5 bataljons verplaatsten. Alleen al daardoor konden de Britten hun strijd langer volhouden. En met een moed die maar weinigen gegeven is, weerstonden de Poolse militairen na de landing de Duitsers en probeerden de linies van de ingesloten Britten te versterken. Tijdens de herdenking was er ook aandacht voor de situatie in Oekraïne. In Polen, het land van onze bevrijders, wordt het nog directer gevoeld dan hier. En daarom is het zo belangrijk dat Polen, Nederland en andere landen elkaar vasthouden en steunen in de NAVO en in Europa. En dat we daarin onverzettelijk en onvermoeibaar zijn. Het moet. Het moet, omdat het alternatief ondenkbaar is. Laten we met elkaar de geschiedenis ongelijk bewijzen. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier een steentje aan kan bijdragen, aan vrede en aan vrijheid. Ook vond er zaterdag een speciale editie plaats van de Sunset March. Elke avond tijdens zonsondergang wordt de Sunset March gelopen over de stadsbrug de Oversteek. Al precies 10 jaar lang. De ene keer lopen er een paar deelnemers, soms loopt er zelfs maar 1, maar zaterdag was dat wel even anders. Tijdens de Sunset March XXL liepen duizenden belangstellenden over de brug, terwijl de stadsverlichting 1 voor 1 aanging. Elke avond, wanneer de zon langzaam achter de horizon verdwijnt, wordt op de brug de Oversteek in Nijmegen een ritueel uitgevoerd. De Sunset March is een dagelijks eerbetoon aan 48 geallieerde soldaten die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar wordt er 80 jaar vrijheid gevierd en ook 10 jaar Sunset March.
Dit jubileumjaar wordt er een XXL-editie gehouden. Burgemeester Bruls zei er het volgende over. We hadden 5 jaar geleden zo'n 7.500 mensen. Het weer is natuurlijk fantastisch. We zitten op een zaterdag. De belangstelling voor alle herdenkingsbijeenkomsten is groot. Maar ik vind het heel lastig in te schatten. En bij wandelaars en lopers heb ik 1 ding geleerd. Die verzamelen zich echt in de laatste minuten voordat we van start gaan. Dus ik kan me zo voorstellen, we staan hier nu, dat er straks achter ons toch al een paar duizend mensen staan. De Sunset March begon in 2014 en heeft sindsdien geen enkele dag overgeslagen. Zelfs tijdens slecht weer of in tijden van lockdowns niet. Elke avond bij zonsondergang neemt een veteraan, nabestaande of simpelweg inwoner van de stad de verantwoordelijkheid op zich om de mars te lopen. Iedereen kan en mag de Sunset March lopen om te herdenken. Ja, iedereen kan meelopen, hè? Elke avond. Je moet alleen even goed op je kalender kijken wanneer de zon ondergaat. Dus je moet wel goed opletten. Dus als je van laat naar bed gaat, moet je in de zomer lopen en anders maar in de winter. En tot slot werd in Heumen een week van herdenkingen rond 80 jaar Market Garden zondag afgesloten met een bijeenkomst bij het Marishuis. Afgelopen week waren er tal van herdenkingen in de gemeente die te maken hadden met operatie Market Garden. Vaak gaat het in dit verhaal over de bruggen bij de Rijn en de Waal. Maar naast die locaties speelde Heumen ook een belangrijke rol tijdens Market Garden. Ook het oversteken van de Maas was natuurlijk een cruciale oversteek. We hebben het natuurlijk altijd over de Rijn en over de Waal. Maar dat bij de brug bij Graven en de sluisbrug bij Heumen een hele belangrijke rol hebben gespeeld in de opmars bij Market Garden. Dat is toch wel weer overduidelijk ook aan de orde geweest. En dat vind ik ook belangrijk om dat te benadrukken. De herdenkingsweek werd afgesloten met een herdenking voor jazzmuzikant Boy Edgar. Boy Edgar was tijdens de Tweede Wereldoorlog assistent huisarts in Amsterdam en Heumen en redde toen als verzetsman talloze Joodse kinderen. Een kant van Edgar die nog niet bij iedereen bekend is. Nou, het verhaal wat we hier vandaag vertellen over Boy Edgar, iedereen in Nederland kent hem als jazzmuzikus. Hij is altijd heel terughoudend geweest in het vertellen van zijn verzetsverleden. Dat wordt nu nog wel eens expliciet benoemd en ik vind dat wel heel mooi. En daar hoor ik dingen in die ik echt nog niet wist. En dat komt natuurlijk ook omdat zijn dochter hier is, Jane Edgar, en zijn echtgenote waar hij mee getrouwd was tot zijn overlijden, Gerry van der Kleij, de Nederlandse actrice. En zij geven toch ook wel het belang van het herdenken aan door hun aanwezigheid hier vandaag. En dat vind ik heel bijzonder. Als eerbetoon aan Boy Edgar onthulde zijn dochter en vrouw een plaquette met het verhaal van het verzetsverleden van de muzikant. Daarnaast was er natuurlijk ruimte voor muziek, iets waar hij na de oorlog beroemd mee werd. Er wordt zometeen jazzmuziek gespeeld, natuurlijk als eerbetoon in muziek voor Boy Edgar. Gerry van der Kleij is er, Jane Edgar is het, op een plek, het Marishuis, waar Jacques Maris heeft gewoond en gewerkt, ook actief in het verzet. Er komt heel veel samen zo op deze zondag, de einde van een herdenkingsweek, waar we op verschillende momenten en ook verschillende aspecten aandacht hebben gegeven. Burgemeester Juri Mintzes van Heumen sluit daarmee een week vol herdenkingen af rond 80 jaar vrijheid. Ik heb die ervaren als een hele intense week, maar ook een hele mooie week. Een week om vooral ook dankbaar te zijn. Want we hebben in de gemeente Heumen een aantal momenten gehad waarop we echt expliciet bij een aantal bijzondere gebeurtenissen hebben stilgestaan. Het heeft diepe indruk op mij gemaakt. Het blijven herdenken van de vrijheid is heel belangrijk, ook 80 jaar na dato. Het is urgenter dan ooit, zou ik bijna willen zeggen, om nu stil te staan bij wat 80 jaar geleden zwaar bevochten is. Om te voorkomen dat we het nog een keer kwijtraken, moeten die lessen geleerd worden. En dat moeten we ons blijven herinneren en blijven beseffen dat die vrijheid heel kwetsbaar is. En dat je er iedere dag je uiterste best voor moet doen om dat te behouden. Ja, op ons YouTube-kanaal staat een speciale playlist met alle Market Garden reportages die we de afgelopen week hebben gemaakt. Ja, en dan het weer. Afgelopen weekend is de herfst officieel begonnen. En in de loop van deze week gaan we dat ook aan het weer merken. Aan de lange nazomer komt nu echt een einde. Geleidelijk aan wordt het frisser en wisselvalliger. Morgen valt het nog wel mee. De dag start zonnig en pas in de loop van de middag is er kans op wat buien in de regio. Temperatuur komt morgen nog uit op 19, misschien zelfs nog wel die 20 graden. De dagen erna worden beduidend meer herfstachtig. Het zal vaker regenen en ook de wind trekt flink aan. Het kwik zakt daarbij terug tot zo'n 16 graden op woensdag.
Ja, en dit was het RN7 Regio Nieuws van maandag 23 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van De Streek In. En wij zijn er morgen weer, dus ik zeg graag tot dan.